moeten we de laarzen aan en naar beneden en door het water naar de diepvries. Een tijd terug heeft de gemeente werkzaamheden gedaan in de burgemeesterbuurt. Bewoners van deze buurt beweren sindsdien veel last te hebben van ondergelopen kelders. Al helemaal met de heftige regenval van afgelopen tijd. De meeste kelders zijn niet waterdicht en kunnen die regenval dus niet tegenhouden. Het is lang nat geweest inderdaad. En blijkbaar is de kelder niet waterdicht en is het grondwater gestegen. Dus het is volgelopen. Al sinds 27 december pompen wij 2 keer per dag de kelder leeg. Staat er iedere keer weer een laagje water. Maar goed, die kelder zit er al 100 jaar. Die is er nooit ondergelopen. Dus nu is het toch wel wat natter dan normaal, denk ik. Vocht in de kozijnen, helemaal tot de derde verdieping toe, of de tweede verdieping. En schimmel, dus de verf laat los van de kozijnen en we hebben heel veel last van schimmel in huis. Het oogpunt van zorgvuldigheid had men misschien er rekening mee moeten houden dat een gewijzigde stratensituatie hier, waardoor nog meer water in de grond komt, tot verhoging van het grondwaterpeil leidt, daar waar het grondwaterpeil al hoog is. Nou, met de werkzaamheden hier in de wijk. Dus vanaf dat moment is het gebeurd. Andere jaren heb ik begrepen van andere bewoners, is het hier niet voorgevallen. Ik denk niet dat het iets te maken heeft met de werkzaamheden hier. Het feit dat er veel tegels zijn verdwenen, waardoor het grondwater natuurlijk of het regenwater weg kan zakken. Ik geloof zelf niet dat het daar iets mee te maken heeft. Het is gewoon echt de regen geweest. Wat ik ervan hoor, dat er zoveel klachten zijn, dan zou ik in ieder geval fijn vinden als zij daar interesse in tonen. En kijken wat ze voor ons kunnen doen. Nou, ik zou eerst naar het waterschap kijken. Die regelen volgens mij het grondwaterpeil. En die moeten kijken of het acceptabel is voor een stad. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar elkaar te wijzen. Dat is een gebruikelijke manier om als er schade ontstaat, dan. Het eerste was dat veeg je het van je bordje af en dan zorg je dat bij een ander op zijn bordje komt. Of het terecht is, zal dan een onafhankelijk onderzoek uit kunnen wijzen.